Op twee. De snelkookpan van Konimax. Tomato. Oh, hoe kookt die snel. En smart. En smart. Zo smart. Is natuurlijk... Jemig Elmar, wat ben jij bruin. Ben je op vakantie geweest? Nee Peter, ik ben niet op vakantie geweest. Wat heb je dan gedaan? Ik ben in Barcelona geweest. Om wat te doen? Het Mobile World Congress. Wat vet! Dacht ik ook. Naast me zit Elmar van Computer Totaal. En ik zit weer naast Peter van Gamersnet. En we gaan een top 5 doen van de dingen die jij gezien hebt op die beurs in Barcelona. Ja. Waar ze allemaal nieuwe mobieltjes hebben laten zien. Ja. En ik kan me een gesprek herinneren vlak voordat ik vertrok. En toen was jij een beetje sceptisch over de beurs. Ja. Je vond het niet zo interessant. Nee. Waarom? Het is geen Apple. Het is geen Apple, maar toen zei je, het zijn alleen mobieltjes. Het zijn alleen mobieltjes, dat is ook. Dat vond je een beetje saai. Dat vond ik saai. Ja, dus ik heb mijn best gedaan om terug te komen met 5 gadgets, producten. Ja, en we weten natuurlijk, het zijn allemaal brilletjes en smartwatches, dus ja. Gaan dat ook de revue passeren? Ja, precies. Ja. Nou, dan beginnen we nu met 5. Dat is de Sony Xperia Z4 tablet. Oké. Dat is een nieuwe tablet van Sony. Ik las laatst dat de tabletmarkt verzadigd is. Dat geloof ik best. Ja, ik denk dat, En er blijven maar tablets komen. Wat kun je nog vernieuwen aan de tabletmarkt? Wat doet deze... Sony die heeft deze vooral gericht op de zakelijke markt. Ja. En dat zie je er ook wel aan af, want het apparaat is ontworpen door het team dat achter de Fio laptop zat. Ja. En dat waren natuurlijk schitterende laptops. Ja, zagen er mooi uit. Degelijke producten. Maar daar is Sony mee gestopt, helaas. Maar dit is een product het is een goed alternatief. Het wordt ook geleverd, de tablet, met een toetsenbord, een dock. En als je het in elkaar schuift, dan is het gewoon... Een hele strakke mini Fio laptop. Het is echt een mooi ding. En hij is heel snel. En hij heeft een hoge resolutie beeldscherm van 10,1 inch. En zoals alle Sony tablets is hij ook waterdicht. En dat is super relaxed. Ja, je denkt nu van ja, wat heb je eraan? Maar nou, ik zat bijvoorbeeld bij Sony voor de introductie. Ja. Met de PR-persoon in kwestie. En die overhandigde mij de laptop. En er staat allemaal vlekken op en zegt, oh wacht even, ik maak hem even schoon. En dan giet ze er wat water op uit een flesje. En ze boet zo de vlekken uit. Elmar, jij bent echt zo'n heerlijke prooi voor PR-mensen. Met zulke ogen als een kind, dat hebben ze gewoon bedacht. Ja, maar het is toch super handig dat het kan? Het is echt heel handig. Maar ik denk als ik met een andere tablet met een vochtig doekje, dan is het ook niet dat er een kortsluiting ontstaat, hoor. Nee, maar deze tablet die kost zo'n €750. Dan wil je wel dat hij tegen een druppeltje water kan. Ja, je kan hem ook gebruiken als onderzetter. Op 4. De Microsoft Foldable Keyboard. Ja, dat vind ik zo'n raar ding. Ik zag net beelden in de voor-edit, want dat zo professioneel zijn wij. En ik vond het een heel raar ding. Leg hem even uit. Het is wat een opvouwbare keyboard. Ja, Microsoft. Microsoft heeft 2 hele toffe telefoons aangekondigd op het Mobile World Congress. Maar het leukste vond ik nog het toetsenbordje wat ze eigenlijk een beetje zijdelings erbij in de presentatie schoven. Het is een toetsenbord wat je in 2 delen kan klappen eigenlijk. Val je gewoon op. Ja. Het is net te groot om in je borstzakje te stoppen, maar hij is heel licht dus je gooit hem zo in je tas. Hij gaat 3 maanden mee op 1 oplaadbeurt. Nou, handig. Je kan hem gebruiken op je iPhone, op je iPad, op Android, op Windows, wat je wil. En je kan hem koppelen aan 2 verschillende apparaten. Het is gewoon Bluetooth. Bluetooth, dat is ja. Wel handig. Dus je werkt op je PC bijvoorbeeld, blablabla. En je wil verder op je iPhone. En dan druk je op het iPhone knopje en dan ga je verder op je iPad met typen. Nou, super handig. Ik vond het een heel leuk apparaatje, €100. En dat komt van de zomer ook naar Nederland. Dus leuke gadget. Dat lijkt me echt heel tof. Ja. Leuke gadget. Op 3. Op 3, de Huawei Watch. Ja, daar was je echt... Hij kwam binnen net hier en hij raakte er niet over uitgesproken. Want vanochtend heb ik allemaal geruchten gezien over de... iPhone Watch, waar we allemaal Apple Watch, waar we veel meer van gaan zien. Die hebben een of andere 18 karaat goud, wat geen 18 karaat goud. Nou goed, heel lang verhaal. Ja. Verbleek bij de nieuwe Huawei. Dat is jouw mening. Maar je was zo enthousiast. Ik was enthousiast, ja. Het is de mooiste smartwatch van de beurs, zie ik er staan. Het is de mooiste smartwatch van de beurs. Ja. Ten eerste vind ik het al mooi als een smartwatch rond is, want het heeft toch het beeld dat het dan gewoon echt een horloge is, in plaats van dat je een mini smartphone op je arm hebt. Ja, dat is waar. En hij is dunner dan de andere ronde smartwatches die we zien, van onder meer LG of Motorola. Het is een saffierglas schermpje zit erop, dus het kan tegen flink wat krassen kan het hebben. Ja. Of het is beschermd tegen krassen. Ja. Wat zit er nog meer op? Het is een hele dunne bezel en dat vind ik mooi.
De rand om het scherm. Ja, plus het lijkt net, als je hem van afstand ziet, lijkt het gewoon als een Rolex om hebt. Ja, je kan ook verschillende faceplates kun je instellen. Dus er worden er 40 meegeleverd, meer dan 40. Dus je kan hem helemaal personaliseren naar jouw smaak. Echt een tof ding. Een beetje onduidelijk nog wat die gaat kosten en wanneer die komt. En ook over de batterijen kon Huawei nog niks zeggen. Dus er zijn nog wat dingen waar ik een beetje vraagtekens bij zit. Ja. Maakt hij de hoge beloftes waar? Maar wat is dan de vraag voor de batterij? Of er penlights in zitten of triple A? Dat is dan de vraag? Nou, het probleem met de huidige smartwatches is vaak dat ze nog geen dag meegaan. Oh, dat je hem halverwege de dag aan de oplader moet leggen. Dat is wel dus ik zou wel fijn zijn als je hem volle dag met gemak meegaat. Ik vind het wel serieus de toekomst, smartwatches. Ja. Dat is, die brillen geloof ik niet, maar die watches... Ja, het kan wel van toegevoegde waarde zijn. Ja, in mijn auto, jongen. Dat is gewoon echt serieus. Kan ik mijn appjes gewoon lezen in de auto zonder ik bang zijn? Levensgevaarlijk. Nee, helemaal niet. Ik zit er gewoon 10 voor 2 op stand en dan doe ik even zo. Dan kan ik gewoon... Ik ga niet typen. Op 3? 2 ben je. Op 2 ben je, ja. Iets toe doen. Dat is 2. Elmar, op 2, wat heb je meegenomen? Niet meegenomen, wat heb je gezien? Had ik hem al meegenomen. Ja. De sneeuw 3W, de... Elmar, wat ben je bruin? Nee. De sneeuw W3D gaming smartphone. Ja, dan komen we een beetje in mijn straatje, want hier staat namelijk Nintendo. Het is heel vaak geprobeerd, nooit gelukt. Gaming telefoons, de Nokia N-Gage. Sony, PlayStation, allemaal telefoons. Ja, het allemaal niet gelukt. Nee, maar we gaan helaas het toch weer proberen met sneeuw. Ik zag een hele smerige naam. Dat is slak. Gewoon naaktslak. Slak. Ja, ja. Nou, deze telefoon is alles behalve een slak. Want hij is razendsnel. Er zit een hele snelle processor in. Mooi brug. Mooi gepareerd. Ja, heel goed. Er zit een hele snelle processor in. Heel veel RAM-geheugen. Full HD scherm van 5,5 inch. Ja. Ideaal materiaal voor een gamingapparaat. Ja. Hoe gaan we erop gamen dan? Anders dan op de iPhone of op een smartphone? Ja, er zitten alle knoppen die je nodig hebt, zitten op die telefoon. Oh, dus dat je is wel fijn. Twee analoge sticks. Ja. Je hebt zelfs shoulder buttons zitten erop. Dit is echt een heel apparaatje waar ik heel blij van word. Ja? Ja, want het is zeg maar een soort PlayStation Vita waar je mee kan bellen. Ja, is dat wat dat ik is, zeg? Ja, ik dat het zeg goed? Je het goed. Ja. Maar het draait dus op Android, waardoor je dus alle... Android heeft gigantische grote gamebibliotheek waar je uit kan kiezen. Ja. Dus daar kan je allemaal op spelen. Maar nu met fatsoenlijke knoppen. En het ziet er ook nog super strak uit, het apparaatje. Ik hoop heel erg dat het in Nederland komt. En dat is een beetje het ding. Het komt van een Chinese fabrikant. Ja. En die willen dit jaar op de Chinese markt lanceren. Huawei, die houdt de naam Huawei. Maar een Chinese bedrijf dat niet in Europa komt, heet dan wel Sneeuw. Ja, dat is een vraag die ik mijzelf niet stel. Nee, klopt. Ik wel. Maar het is een gegronde vraag. Dank je. Ja. Nee, waar ik wel heel benieuwd naar was, want hij ondersteunt ook 3D. Zonder dat je een bril nodig hebt. De 3D-hype is wel uit, hè, nu. Ja, zonder 3D, dus net als op de 3DS. Dus het is eigenlijk een 3DS versus dat Vita. Dat zei ik tegen de vriendelijke man die tegenover me zat. Maar Nintendo, dat deed geen belletje bij de mond rinkelen. Dat kende die helemaal niet. Kende niet. Nooit van gehoord. Nee, want Nintendo is helemaal niet actief in China. Dus ik vroeg, gebruiken jullie dezelfde technologie als de 3DS? Ja. En hij... Ik heb nog een plaatje opgezocht op Google om te laten zien. Van dit apparaatje. Helemaal niks. Wat een lelijk apparaat, dacht hij. Ja. Ja. Hij vond het heel raar. Twee schermen, hoe werkt dat dan? Daar was hij heel erg benieuwd naar. Dat is best raar. Dat bedrijf is ontstaan namelijk in? Japan. In? Is al best oud. Dat zou je toch moeten kennen. Ja, hij had wel wat meer research mogen doen. Ja. Ja. Maar goed, desalniettemin een telefoon die mijn hartje sneller doet kloppen. Nou, leuk. Maar Elmar, laat ons niet langer in spanning. Wat is jouw absolute hoogtepunt uit Barcelona? Nou ja, hij is nog niet voorbij gekomen, dus ik denk dat de spanning er een beetje af is. Nou, ik denk dat de kijkertjes het ook al wel weten, hoor. Ik denk het ook, ja. De Samsung Galaxy S6 Edge. Edge. Ja, Samsung heeft toch bewezen dat ze iets hebben gedaan met de kritiek die ze de afgelopen jaren hebben gekregen. Want dat was toch een beetje allemaal hetzelfde wat ze deden. De Galaxy S4, de S5. Ja. Weinig innovatie. Weinig vernieuwing. Oké, maar wat is dan nu wel echt het nieuwe? Nou, vooral het scherm is natuurlijk wat opvalt. Dat loopt aan de zijkanten rondaf. En dat biedt een aantal leuke mogelijkheden. De een is heel innovatief, de ander is een beetje gimmicky. Ja. Maar ik geloof wel dat het dat er van meerwaarde kan zijn. Wat dan? Want een rond scherm, dat is dan een gebogen scherm. Dus mij loopt naar de buitenkant af. Dus naar de buitenkant? Ja, precies. Ja. Dus als je hem bijvoorbeeld op de kop hebt liggen, je kunt kleuren aan een contactpersoon toewijzen. Ja. Dus ik zeg Peter is groen. Ja. En mijn telefoon ligt op de kop en ik word gebeld door Peter. Ja. Dan zie ik een groene gloed onder de telefoon vandaan komen. En dan weet ik dat Peter belt. Oké. Een andere functie is dat er tapjes aan de zijkanten van het scherm te zien zijn. Die kun je naar binnen vegen. En ook
Die tapjes die corresponderen ook met de kleur die ik aan contact heb toegewezen. Ja. En zo krijg je snelle opties om jou te bellen of te sms'en of wat dan ook. Oké. Okay. Dat klinkt handig. En dit is echt wel het vlaggenschip van Samsung het komende jaar. Ja, hier moet het wel mee gebeuren. Ja. Ja, ja, dus ook hun duurste telefoon neem ik aan. Bam! Ja, het is echt €850 Bam. Instapprijs. Instapmodelletje. Ja. Dan heb je de 22 gigabert. Gigabert. De instap. 22 gigabert. Ja. En dan heb je de 32 gigabyte versie. Dus ja, het loopt wel in de euro's. Oké, okay. Ja. Ik zie er één nadeel, geen micro SD. Dat vond ik wel serieus een behoorlijk nadeel. Ja. Want je moet het daar dus mee doen, punt. Ja, er komt een 32 gig, 64 en 128. Maar doen ze een appeltje poelen van, nou, dan moeten mensen gewoon een duurdere kopen. Ja, ja dat is het. Ja. Dat is wel, dat is oké. Okay. Ja, jammer. Dat is wel een nadeel. Ja, dat is een nadeel. Ja. Elmar, buiten je vrije dag, wat was er absoluut hoogtepunt van de beurs? Ik vond dat er dit jaar wel meer innovatie was dan de voorgaande jaren. Okay. En dan vooral op het gebied van smartphones. Dus ik vond dat Samsung hele leuke dingen liet zien. En dat de sneeuw smartphone toffe mogelijkheden biedt. De smartwatches, dat was echt het ding. Er waren ook trouwens heel veel fabrikanten die met zo'n VR-bril kwamen. Dus dat is ook een technologie die heel erg in opkomst is. Ik was enthousiast. Nou, ja, was jammer dat ik weg moest. Ja, ja. Nou goed. Bedankt. En volgende week gaan we volgens mij dronen. Hoe vet is dat? I have a drone.